Een vraag, in mijn inbox van Instagram, of dat ik een keer een opruimvideo wil doen. Hoi, hoi, goedemorgen. Vandaag is een keer iets anders, want ik sta hier in mijn werkkamer, even heel snel er doorheen. Zo, want dat wil je eigenlijk allemaal niet zien. Maar ik kreeg gisteren een vraag, in mijn inbox van Instagram, of dat ik een keer een opruimvideo wil doen. Ja, en wat blijkt nou? Moet je mijn bureau zien? Ja, het is echt een creatieve chaos, zeg ik het altijd netjes. Maar hij moet een keer opgeruimd worden. En ik denk dat ik jullie meeneem, want ik hoorde dat jullie opruimvideo's leuk vonden. Dus ik neem jullie gewoon een keer mee om mijn bureau op te ruimen. Ik moet alleen nog heel eventjes een goed plekje vinden om de camera neer te zetten. En dan ga ik starten. Dus kijk maar mee. Nog even een snelle look op mijn rotzooi op mijn bureau. Ja, hier staat nog een oude laptop. Deze en samen met nog cadeautjes die nog opgehaald moeten worden voor sieraden. Mensen komen nog. Maar op die oude laptop staan nog foto's die op mijn nieuwe laptop nog niet staat. En daarom heb ik hem eigenlijk altijd bij de hand. Maar het wordt gewoon tijd dat ik hier opgeruimd word. Nou ja, je ziet het wel. Bolletjeswol, mijn nieuwste tasje, stiften, scharen, weegschaaltje voor PostNL naaimachine. Nou, dit gaat gewoon allemaal opgeruimd worden. En ik neem jullie mee. Nou, we gaan ermee starten. En ik zal best wel veel uit beeld zijn. Want sommige dingen moeten gewoon echt zijn plekje buiten de camera hebben. Deze die heb ik regelmatig nodig. Die zet ik even weg. Voor dit tasje ben ik dus ook een video aan het opnemen. En die leg ik heel eventjes hier bovenop. Nou ja, dan hebben we dus de kralenbak die veel die gaat in de kast erbij. Zo. Dit is voor dingetjes op te schrijven. Die kan daar even bij. En de andere kast. Een paar sokken. Die had ik dus nodig. Om een. Wat was het ook alweer? Oh ja, de handpop. Daar wilde ik maar. Ik had nog een leukere sok gevonden. Dus deze die gaat ook even bij de voorraad. Oh ja, dit. Die is zo leuk. Heb ik ooit gekregen van iemand. En die ga ik op Vinted zetten, want ik kan hem hier even niet gebruiken. Dus als jullie interesse hebben, het is een heel leuk kapstokje voor in een babykamer. En wij gebruiken hem niet meer. Dus die gaat op Vinted. Zo, die mogen daarop. De centimeter, altijd handig natuurlijk voor sieraden op te meten. Net als met kettingen als je een choker hebt of armbandjes. Ja, dat moet gewoon voldoen aan bepaalde afmetingen. Zo. Hoppakee. Dit kan weg. Dit kan weg. Dit kan weg in de prullenbak. Net als, oh, dat is mijn speldenkussen. Die mag op het naaimachine. Plakbandje. Vieze dingetjes. Even kijken, dat is een stukje vilt. Die mag in de la met de vilt. Mag ik opstropen? Ah. Een bordje met verf, die gebruik ik ook altijd. Ik vind het altijd zonde om daar een nieuw bordje voor te gebruiken, totdat die te vol is. En dan gaat die weg. Zo, stiften zet ik ook even bovenop. Oh ja, deze die had ik voor de Pippi Langkous jurkjes. Dat is BA-band. Die mag opgerold worden. En in het naaikoffertje. Zo. Hoppakee. Oh, hey, Shadow. Kijk. Hij komt eventjes kijken. Kijk eens naar de camera. Kijk eens. Jee. Nou, het vrouwtje gaat weer eventjes door. Oh, dan kom ik hier dus dingen tegen
Dijon wel eens gebruikt. Want die is dan orthopedisch schoentechnicus en maakt met leer ook andere spullen. En die gebruikt mijn bureau dus ook wel eens. Dus die gaan ook heel eventjes hier bovenop. En ik neem jullie mee in sneltreinvaart. Kijk, dit is al een verschil, hè? Nou, ik heb ondertussen ook die bakjes die bij mijn computer stonden, waar al mijn gereedschap in ligt. Oh, hier een oorbelletje. Ja, hier zie je oorbellen aan, die ik af en toe wel eens draag op de video. Natuurlijk met mijn eigen oor, hoe noem je dat? Oorhaakjes. Anders is het niet echt hygiënisch. Die hangen daaraan. En hier zitten nog scharen en hier komen de plotbacktang, de kniptang, de rondbacktang. En daar zitten mijn pennen en haaknaalden in. Of die heb ik daarin zitten. Maar goed, die ga ik hierin doen. En zeker met het gedeelte met de gebruikerskant naar boven. Want dan zie ik precies welke ik kan pakken. Kijk, past precies. Nou, en die krijgen een plaatsje onder mijn vensterbankje. Ja, en dan komt straks die kant aan de beurt. Maar eerst even verder hiermee. Ja, en dan gaan we starten aan deze kant. Ik ben er voor het gemak even bij gaan zitten. We gaan eventjes de laptop aan de kant doen. Kijken of dat er trouwens niks tussen zit, wat het wel doet. Want anders dan beschadigt het beeld. Zo. Hup. Die mag even naar die kant. Ja, voorzichtig. Deze dingetjes even daarop. En dan gaan we hiermee beginnen. Nou ja, mijn flesje met water, die wordt dadelijk gevuld. Visitekaartje gaat daarin. Hier zitten allemaal dingetjes op. Net als... Dat zijn deze dingetjes, oorbellen die uit elkaar gehaald gaan worden, want de oorhaakjes die bewaar ik dan natuurlijk en die komen weer aan anderen en de rest wordt weggegooid. Dus die moet even aan de kant, want dat moet ik nog doen. Ja, een choker waar ik mee bezig ben, een beteltje aangezet heb, die mag ook op de website en die gaat bij de rest van de chokers. En dan hebben we hier nog wat bolletjes katoen. Die in de bakken gaan. Zo, deze. Die mag daarbij. En deze. Even kijken. Die gaan alle twee daarin. Oh, deze ook. De muis mag die kant op. Ja, hier heb ik net al gezegd. Dat zijn cadeautjes voor... kinderfeestjes, iemand die heeft een paar oorbellen besteld en een bandje van Oekraïne was besteld. Die mag even naar die kant, want die worden nog opgehaald of verstuurd. Kijk, kralen die ik binnen had gekregen van edelsteen, houtlied, hip, of hoe heet het ook alweer? Ik weet het eventjes niet uit mijn hoofd. Maar die gaan daar even in, want die moet ik nog in de bijbehorende bak doen. Deze bedeltjes mogen even op het kurkenbakje. Die gaat ook daarin. Die mag daarin. Dit zijn de labeltjes van de katoen. Die moeten bewaard blijven, want dan weet ik welke kleur ik mag bestellen. Deze gaat bij de armbandjes. Oh ja, dit is leuk. Ik verkoop zelf geen ringen. Die vind ik eigenlijk niet meer zo leuk om te maken. Maar deze heb ik via Etnasia gedaan uit Griekenland. En die heeft zulke gave dingetjes. Ik zal hem eens aandoen. Kijk, een pijl. Zie je het? En een levensboom. Die heb ik dan onder pink. Ik heb iets te dikke vingers. Ja, en die zijn zo leuk. Die heb ik ook altijd op mijn bureau als ik zin heb om een ring aan te doen. Dat is niet heel vaak. Maar ik vond deze te mooi om te laten liggen. Van
Etnasia. Zeg ik het goed? Ja. Die gaat daarop. Nou. De laptop komt dan wat meer vrij. Deze restjes katoen die gebruik ik, of die bewaar ik altijd. Die komen in een speciale lade te liggen. En dan kan ik ze altijd wel ergens nog voor gebruiken. Ik gooi nooit niks weg, want ik vind het heel leuk om te recyclen. Kijk. Dit zijn ook, dan moeten nog bedeltjes aan. Ook bij deze zat er alleen aan. Dat zijn nog chokers. Huppelakee. Kijk, nog een rondbektang. Die heb ik hier staan. Die moet dadelijk ook langskant. Dit zijn nog overgebleven nylondraden. Die gaan ook even daarbij. Oh ja. En deze is dan leuk. Dat is het Oekraïne armbandje. Maar die staan al op de website. Het voorbeeld van hoe dat ik het precies in elkaar ga zetten. Die gaat bij de overige nylondraad. Zo. Kijk. De lichtknop. Ik heb het eventjes niet op een andere manier. Oh ja. De stick om foto's over te zetten. Maar die kan ik sowieso wel bewaren. En dan de laptop. Die mag afgesloten worden. Even kijken. Zo. Even daar naartoe. Even een beetje schoonmaken, want die heeft eigenlijk altijd open gestaan. Die gaat dus dicht. En we hebben ruimte bij gekregen. Deze die mag heel eventjes hier aan de kant, want daar moet ik nog een plekje voor verzinnen. Dit is van de sticker van de laptop die ik net afgesloten heb. Die gaat ook even aan die kant. Wordt het daar wel weer een rotzooitje, maar dat kan ik dadelijk gelijk opruimen. De zitkaartjes die gaan daar allemaal in. Kijk, weer een zakje met edelstenen. Wat is dit allemaal? Oh ja, die heb ik uit een ketting gehaald. Die ben ik dus uit elkaar aan het halen. En dan gebruik ik de spullen weer opnieuw. Dus die komen op het bordje bij de rest terecht. Dit is, oh ja, ijzerdraad. Die kan daarop, altijd bij de hand. Dit zijn, oh ja, van lavasteen, de armbandjes. Die moeten dus ook in het pandje of het mandje met de armbandjes. Zo. Precies hetzelfde met deze en deze. Weet je waarvoor dat we die dingen ook, die armbanden ook gebruiken? Voor tijdens de fotoshoots. Dan worden ze gebruikt, worden ze verkocht. Dan maak ik hem een nieuwe ervoor. Zodat wij ze altijd, want niet altijd alles wordt daarvoor gebruikt. Maar die gaan nu wel in het mandje bij de armbandjes. En deze niet, want die draag ik zelf, dus die kan ik niet meer verkopen. Die gaat in een mandje erbij. En deze die ben ik opnieuw aan het bewerken. Die heeft in de lijm gezeten. Die is dus uitgedroogd, of tenminste uitgedroogd, opgedroogde lijm. Precies hetzelfde als met dit armbandje. Dat is van leer. Die moet ik dus nog, ja, daar moet ik nog iets mee gaan doen. Dit is ook nylon garen. Die gaat bij de rest. Zo. Oh ja, dit zijn ook oorbellen die uitgehaald zijn. En daar moet ook nog wat mee gedaan worden. Ja, als ik bestellingen plaats, dan krijg ik wel eens kraaltjes extra als cadeautje, verrassingje. En dat is altijd best wel leuk. Die komen bij mij speciaal in een mandje terecht waar de rest van de kraaltjes in zitten. Een bloemetje, die gaat ook op het ding. Een restje katoen. En dit, oh, die ben ik vergeten terug te doen bij de kettingen. Deze gaat ook uit elkaar. En het armbandje gaat daarin. Kijk. Wat zit hierin? Oh, er zitten malletjes in. Die mogen blijven.
Dit is één oorbel, die gaat daar even aan. Dit mag wel weg. Zo, nou, het wordt steeds leger. En deze bandjes, die moet ik nog uitzoeken. Ja, dit zijn haarspelden voor tijdens de fotoshoots. Daar heb ik dan inderdaad voor allerlei de gewone haarspelden. En speciale kappershaarspelden, denk ik. Die heb ik hier ook altijd bij de hand. Want je weet nooit met een fotoshoot wat mensen met de haar of de muas met de haar gaan doen. En dan is het wel fijn dat je altijd reservespeldjes hebt. Deze bak is dus niet. Oh, deze is leeg. Die kan bij de andere. En hier zitten allemaal kralen en allerlei rotzooi in die ik nog uit moet gaan zoeken. Dus dat ga ik nu heel eventjes doen. En het is gelukt. Ik heb mijn bureau tot zover de grootste rotzooi op kunnen ruimen. Kijk maar eens mee. En kijk maar eens, mijn naaimachine. Een hele lege plek daar, behalve het snoer natuurlijk. De bakjes die staan er nog wel, want daar staan alle spulletjes in die ik nodig heb om te knutselen, te vloggen. En noem het maar op, mijn laptopje. Flesje water die nog gevuld moet worden en daar stond mijn oude laptop en die is nou weg. De bakjes die staan er nog wel, die ga ik een keer op mijn gemak uitzoeken. Wat ik eigenlijk altijd leuk vind, als ik zelf een bestelling doe, krijg ik altijd leuke kaarten. En die bewaar ik altijd. Daar doe ik heel veel ideeën van op. Maar goed, de standaard met kettingen staan er ook. Maar dit is het eindresultaat. Nou, ik ben happy en ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, ik zit ondertussen weer achter mijn laptop. Beter gezegd, voor mijn laptop. Ja, ik hoop dat degene die de aanvraag heeft gedaan voor de opruimvideo, dat die hem leuk vond. Ik hoop dat de rest hem leuk vindt. En laat het onderin weten. Like, reageer, abonneer. De abonneerknoppen die komen hiernaast, geloof ik. Of rechts, links. Kijk maar. Maar like, reageer en abonneer. En ik zie jullie de volgende keer. Oh ja. Als je ideeën hebt, leuke ideeën, net als deze opruimvideo, laat het gewoon weten. Want dan kijk ik wat ik ermee kan doen. Ik vond dit in ieder geval gaaf om te doen. Hey, tot de volgende keer. Doei doei!